Vandaag stonden tegenover elkaar Robin Hood en Forwards. Deze wedstrijd begon ongeveer een kwartiertje later. Dit is Jamido Richters in balbezit en hij wordt daar neergelegd door Cedric Nora, precies op de lijn van het gebied. De arbiter stond er met zijn neus op en de penalty werd gesignaleerd en Clyde Kohinoor nam de strafschop perfect. Safianto Huur maakte geen kans bij deze bal. Overigens ontpopte hij zich later tot de man van de wedstrijd, ondanks het feit dat Forwards niet wist te winnen. Jamilo Richter speelde ook een sterke wedstrijd. Kijk hem hier, weer in balbezit, trekt voor. Quinten Dors met een kans en een mooie actie van Safian Tehuur. Die stopt namelijk de inzet van Dors. Let u maar weer op Richters. Die draait de verdediging even dol. Legt de bal precies op het hoofd van Giovanni Drenthe. En dat betekent 2-0 voor de ploeg van Robin Hood. Dit is weer de actie van Richters. Eigenlijk was Richters betrokken bij beide goals. Hij veroorzaakte de penalty en geeft hier de assist. En let u maar op deze actie die zal volgen van Jamilo. Hij wordt aangespeeld. En let u op wat hij doet. 1, 2, schot en Huur verwerkt de bal tot corner. De ruststand was dus 2-0. We gaan naar de tweede helft. Dat was een heel goede kans hier voor Densinho Amentani. En hij schiet naast. En dit is Renske Adipi. Ze noemen hem Kante bij Robin Hood. Hij geeft aan Richters, die trekt voor. En Quinten Dors, die vindt Huur op zijn weg. Hier weer Dors. Schiet naast het doel van Huur. En hier een voorgetrokken bal, die komt bij Giovanni Drenthe. En hij vindt Huur wederom op zijn weg. Huur keepte heel sterk. Dit is Richters, die geeft de bal in het midden af. De bal komt op de flanken. En deze inzet werd ook onschadelijk gemaakt door Huur. En eigenlijk is er sprake van buitenspel. Er werd niet voorgevlagd. En ja, deze man met rug nummer 20 weet niet te scoren. En Huur voorkomt dat er werd gescoord. Wat een save was.